Nou, gaan we eens kijken of de mensen online zijn. Hallo? Niemand? Nou, dan gaan we maar beginnen. Ik ga gelijk het beeld draaien. Ik ga de vest voor me nemen met mouw. En dan ga ik jullie toelichting geven hoe jullie de mouw moeten maken en moeten aanhechten. Daar gaan we dan. Nou, hier is het vest. Dat is de voorkant. En ik heb er eentje al aangehecht. Het is herhalingsstof. De grannies hebben jullie al meerdere malen gehaakt. De ripple hebben jullie al meerdere malen gehaakt. Je gaat alleen nou in het rond te haken. Ik heb voor mijn vest dus twee grannies. Eén voor en één achter. Wat je doet. Je gaat eerst die vaste aanzetten. Je begint dus in de punt. Zet je hem aan je draad. Maak je gelijk een vaste. En dan maak je 14 vaste naar beneden. In de hoek zet je de twee weer samen. Dan ga je de andere kant op. Dan kom je hier uit. Hier haak je je twee weer samen en dan ga je omhoog en dan sluit je. Kleurwisseling, werk draaien. Werk draaien wil zeggen dat je vanuit de binnenkant gaat werken. Hecht je weer aan in de hoek. Ga je beginnen met de ripple steek. Dat wil dus zeggen drie losse ophaken plus één stokje in dezelfde plek. Dan heb je dus eigenlijk een stokje, een losse en een stokje. Dan haak je steken weer naar beneden, zoals je alle andere keren hebt gedaan met de ripple. Samen haken in de hoek en dan ga je de andere kant op en dan kom je hier uit. Ga je weer door, omhoog en dan hecht je aan in de derde lus. Niet de vierde, maar de derde lus. Dan hou je één stokje en één losse vrij voor de rest van de toer. Nou, zo ga je eigenlijk door. Dus gewoon herhaling. Dus weer vier lossen en een stokje in de losse ruimte van de vorige toer. Je stokjes maken, samen haken de andere kant op. Dan kom je hier weer uit en dan ga je weer omhoog. En dan hecht je weer aan in de derde losse van de eerste van de vier lossen die je gemaakt hebt. Zo ga je door. Ik heb voor mij dus 1, 2, 3, 4 toeren gehaakt. Was voor mij lang zat, dan ben ik bij de oksel. Heb ik dus aan de vestzijde hier gewoon de steken opgepakt met halve stokjes. En hier heb ik wat steken opgepakt. Ik heb ongeveer per toer dat ik tegenkwam, heb ik een half stokje gemaakt. Die sluit je ook, maar begin in de oksel. Altijd in de oksel beginnen. Dan sluit je daar ook weer met een halve vaste en dan ga je je volgende toer maken. Meestal is één toer eigenlijk al wel genoeg. Dan tel je het aan de steken wat je hier hebt. Als je hier de opvulling hebt gedaan zoals je in week 2 hebt gedaan voor het rugband richting de nek. Die opvulling heb je dan gedaan. Dan steek je eerst de steek hierop gewoon die je tegenkomt. En hier maak je de steken dat je nog mist. Als het goed is heb je die geteld. Stel, dit zijn er 50. Zet je die steken op. Langs de opvulling maak jij de extra steken die je dan zou missen. En dan ga je de achterkant verder. En dan sluit je hier in de oksel weer met een halve vaste. Dit doe je een aantal keer. Als je nou bijvoorbeeld zegt van nou goed, ik heb hier wat te veel. Dan neem je nog één toer extra en dan maak je wat minderingen. Maar minder in de oksel en niet bovenop. Als je hier gaat minderen, ga je hier een bobbel krijgen. En dat wil je niet hebben. Het moet strak aansluiten. Dan vervolgens, je ziet hier mijn lijntje lopen. Ik heb met een halve stokjes de toer aan elkaar gemaakt, de twee delen. Kunnen jullie ook doen of jullie pakken naald en draad en hechten het weer aan. Ik heb er een filmpje van staan in week 5, hoe aan te hechten. Kijk dat na, er staan verschillende manieren op. Betreft, ik heb twee grannies. Stel, je hebt drie grannies nodig. Wat je dan doet is twee grannies boven en eentje hier maken. Die granny is tevens ook straks de punt die je in de oksel gaat aansluiten. Dan heb je er twee bovenop. Als twee nou net te groot is voor jou, dan doe je de laatste toer met halve stokjes in plaats van stokjes van de granny. Maar dan moet je hierna ook met halve stokjes werken. Ga je hier nou niet met hele stokjes werken, want dan kom je niet meer uit. Dan ga je wijder worden. Heb jij met drie grannies veel te veel, maar met twee grannies veel te weinig? Haak de eerste twee toeren met stokjes en de laatste twee toeren met halve stokjes. Zo kan je een beetje schipperen. Er zijn heel weinig mensen die waarschijnlijk vier grannies nodig hebben. Daar ga ik zo uitleg over geven. Ik ga even nog uitleg geven over verder opvullen met drie grannies. Dus één granny hier en de tweede en de derde hierachter, zoals ik hem eigenlijk nu heb. Alleen heb hier een granny erbij. Vul je ook weer die randen op. Alleen één hoekje opvullen. Eén punt hierheen en dan de langs haken. Het werkt het mooiste, sluit het beste aan. Ik heb in de voortgangtopic week 6 heb ik al een voorbeeld gezien van drie grannies als eerste reactie. Kijk daar even naar. Dan wordt ook deze granny hier, de derde,
onderin okselpunten aangehouden en de andere twee bovenop. Vier grannies, idem. Eén in de oksel, aanhechten. En dan moet je zelf even voor jezelf kijken van wat vind ik mooi. Met één opvulling of met twee opvullingen. Dat zie je eigenlijk pas als je één randje langs haakt. Dus haak er gewoon één toertje langs. Zie je gelijk of het mooi meegloeit. Het moet eigenlijk een vorm krijgen als je een mouw aanzet met naaien. Als je het niet weet, pak eens een blouse. En leg die mouw eens plat. Dan zie je ook dat daar een halve ronde vorm in zit. Nou, dit is eigenlijk van week 3 van de granny naar de vest toe. Vanaf de granny naar de arm. Mouw toe. Ook hier weer. Je steken opzetten. Zoals je in alle andere keren ook hebt gedaan. Het is gewoon pure herhalingsstof. Ga net zo lang door tot jij mooi vindt. Ik heb deze net boven de elleboog gedaan. Waardoor ik dit mooi kan gebruiken voor opvulling na de elleboog. Want daarna, zoals jullie zullen zien. De meeste mensen hebben de onderarmen iets smaller dan de bovenarmen. Kan je hierna mooi gaan minderen. Ik heb je één hoekje en het tweede hoekje opgevuld. Ook als in de rugzijde. Hier langs de steek oppakken. Niet te strak doen. Gewoon losjes. En dan tellen. Je moet op een even aantal uitkomen om je mooie toeren die jij in de vest hebt gezien terug te laten komen. Dus zorg ervoor dat je op een even aantal uitkomt. Als dit nou nog veel te wijd is voor je. Je hebt dikkere bovenarmen dan je onderarmen. Minder in de volgende toeren. Maar doe het geleidelijk aan. En minder op dezelfde plaats. Bijvoorbeeld hier in die hoek en in die hoek en aan de andere kant. Daar. Minder altijd op dezelfde plaats. Het wordt het netste. Dan ga je door met de mouw. Pak de toeren uit de rugpand. Vanuit de body van de vest wat je mooi vindt. Neem die steken erbij. Let wel op als je de reliefstekens doet. Die kunnen wat nauwer worden. Dus let daar goed op. Als je die reliefstekens doet, is het beste om dat dan bij de bies van de mouw te doen. Dat je daarna mooi de mouw kan afwerken. Nou, zo gezegd heb je aangehecht en dat doe je dan aan de andere kant ook. Als je nou deze toer bezig bent met halve stokjes opzetten, schrijf voor jezelf even op hoeveel stokjes hier in dit deel heb gedaan. Dus in je opvulling. Dan hoef je niet later te denken, oh, wat heb ik gedaan? Dus gewoon even die steek hier noteren. Van, nou, ik heb 14 steken rondom mijn opvulling. Dan schrijf je 14 op en in de volgende toer schrijf je bijvoorbeeld van, om de toer heb ik twee samen gedaan, dus één half stokje, twee half stokjes samen. Noteer het voor jezelf, want als jij niet ervaren genoeg bent, ga je het niet meer zien waar jij geminderd hebt. Dat gezegd, dit sluit bij mij mooi aan. Ik zal straks ook eens een foto plaatsen van hoe het niet moet. Dan heb je daar een beetje idee van wat ik bedoel met een bolling hier krijgen. Zorg ervoor dus altijd dat je bij de armen altijd in de okselgedeeltes mindert en nooit bovenop, altijd in de oksels. Goed, ik hoop dat dit duidelijk is. Ik wens jullie heel veel succes. Ik ga zo de vragentopic openen. Dan kunnen jullie vragen stellen, mits die nu niet beantwoord zijn voor jullie. En dan hoor ik het graag. Heel veel succes!